Hallo, mijn naam is Ewout Timmerman, werkzaam bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Leuk dat je kijkt naar deze instructievideo over het ontstaan van het landschap op en rond de Veluwe. Een uniek stukje Nederland met een rijke geschiedenis, een bijzondere ontstaansgeschiedenis en heel veel karakteristieke elementen die dat landschap maken zoals dat ze nu is. Gekoppeld aan de landschapstyperingen en de landschapselementen. Daar gaan we het in deze video over hebben, hoe deze gevormd zijn. Nou, kijk je naar de basis van het ontstaan van het landschap op en rond de Veluwe, dan moeten we eigenlijk beginnen bij de één na laatste ijstijd. U moet zich voorstellen dat er een grote hoeveelheid landijs vanuit Scandinavië, dat landijs eigenlijk als een bulldozer door dat landschap heen trok en in Nederland de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen bereikte. Dat landijs dat was op sommige plekken wel 350 meter hoog. Dat is enorm natuurlijk. En drukte eigenlijk alles voor zich uit. Zo zijn het stuwwallencomplex van de Veluwe ontstaan. De Utrechtse Heuvelrug, de Sallandse Heuvelrug en het Rijk van Nijmegen. Het was dus hartstikke koud in die tijd. Maar naarmate de tijd vorderde werd het weer warmer. Het landijs smolt. Op bepaalde plekken brak dat smeltwater door die opgedrukte ruggen heen en ontstonden er ijssmeltdelta's. Daarvan is een voorbeeld de Gelderse Vallei, maar ook de IJsseldelta. Vervolgens is het een tijd weer warmer. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats. En komen we bij de laatste ijstijd aan. U moet zich voorstellen dat het landijs toen Nederland niet bereikte, maar het was wel hartstikke koud. Er heerste een tundra-klimaat. De bodem was eigenlijk permanent bevroren. En de Zuiderzee was flink teruggetrokken. Nou, in die tijd had water en wind grip op het landschap. En sleet eigenlijk allerlei patronen door dat landschap heen. En doordat die Zuiderzee zo ver was teruggetrokken, kwam dat zand vrij. En de wind blies dat eigenlijk als een deken over het landschap heen. We noemen dat dekzand. Op bijvoorbeeld de hoogtekaart van Nederland, daar kunt u zelf ook naar op kijken via internet. Dat kan via www.ahn.nl. Kunt u dit proces eigenlijk heel mooi zien. Hier zien we de gele bruinige vlekken. Dat zijn de hogere delen in het landschap. Nou, dan kunt u heel mooi zien tot waar eigenlijk dat landijs die grond opgestuwd heeft. Dus daarin zijn de Utrechtse Heuvelrug, het Veluwemassief en de Lemelenberg ontstaan. En zien we ook die lijn eigenlijk van Haarlem, Utrecht, Nijmegen heel mooi liggen tot waar dat landijs gekomen is. En daartussen zien we de blauwere, lagere delen waarin de invloed van het rivierwater of het zeewater te zien is. Ja, het verschil in hoogte kan je dus heel mooi op zo'n hoogtekaart zien. Een van die aardkundige elementen die dus in die ena laatste ijstijd is gevormd zijn dus de stuwwallen. Bij Hattem is dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld dat je vanuit de IJsseldelta de hoogte ingaat. Dit ziet natuurlijk aan de zuidkant is dat bij Wageningen, Arnhem ook het geval, waar de Rijn eigenlijk door dat stuwwallencomplex heen gedrukt heeft. En met name dat stuwwallencomplex, dat karakteriseert zich door hoge en droge gronden. En met name op de Veluwe zijn grote delen daarvan nog steeds bebost geraakt. Tussen die hogere delen, daar heeft zich water gestagneerd. Met name de IJsseldelta en eigenlijk nog meer de Gelderse Vallei zien we doordat het water daar niet wegkomt, door verkitting van de bodem, dat kan zijn door de aanwezigheid van keileem, maar ook gewoon dichtgeslemde structuren door dat ijs wat daar overheen geschoven heeft, zien we dat daar laagtes ontstaan. Nou, hierin zijn eigenlijk de veengebieden ontstaan. Veenendaal is daar een mooi voorbeeld van, wat ook nog refereert naar het veen. Maar grote delen rond de Veluwe of om de Veluwe heen, daar liggen die lagere
laagtes waarin al dan niet hoogveen of laagveen zich ontwikkeld heeft. Een ander uniek element, en wat ik altijd het leuke vind van de Veluwe, is dat we ook in dit verhaal nog relicten hebben van de zee. Dus tussen Harderwijk, Elburg, Nunspeet treffen we nog rivierduinen aan, verhogingen in het landschap. De strandwallen ook de ruggen die door de rivier zijn opgestuwd, de oeverwallen, vinden we bijvoorbeeld weer veel aan de oostkant van de Veluwe. En karakteristiek natuurlijk de open polders van Nijkerk, maar ook bij Oldebroek hebben we nog mooie oude polderstructuren. Kampenpolder is daar bijvoorbeeld, die daarin overloopt. In het Overijsselsdeel is daar een mooi voorbeeld van. Kijk je op een kleinere schaal, dan tref je eigenlijk overal die dekzandkoppen in het landschap tegen de Veluwe opgestuwd aan. Dus onder invloed van wind is die zandlaag daar opgestuwd. Een enkele voorbeelden daarvan zijn de Weenumse Eng, Dijkhuizer Eng, bijvoorbeeld bij Epe is een mooi intact dekzandrug. Waarin ook de eerste bewoning eigenlijk zich heeft plaatsgevonden. Nou, ik had het net al even over die eerste bewoningen. Zich voorstellen dat die eerste mens vooral als jager-verzamelaar door dat landschap heen trok. Had eigenlijk niet echt de vaste woon-verblijfplaats. Maar maakte gebruik van de seizoenen. Want in bepaalde periodes kon je op bepaalde locaties niet zijn. Maar naarmate men zich meer ging vestigen, zocht men vooral de overgang op van hoog naar laag. Er moest water in de buurt zijn. En met name die overgangen, de flanken eigenlijk van de Veluwe, zijn daardoor ook als eerste bewoond. Nou, dat soort menselijke invloeden zien we nog steeds terug, veelvuldig op de Veluwe, in de vorm van grafheuvels en oude akkercomplexen. De raadakkers bijvoorbeeld bij Wekerom heb je daar mooie voorbeelden van in de buurt van Ede. Ik vind dit zelf altijd een hele mooie kaart. Deze kaart is van Christian Schrotens en dit geeft een heel mooi beeld weer vanuit die vroege middeleeuwen eigenlijk. Van waar die mens zich vestigde. En zie je heel mooi ook het Veluwe massief daar liggen. Hierin zie je eigenlijk al allerlei landschappelijke patronen ontstaan. Als we even naar het plaatje teruggaan, zie je dat in deze tijd, met name in die tijd van jager-verzamelaar, de menselijke invloed minimaal was. Maar gedurende de middeleeuwen zie je dat de mens steeds meer grip krijgt op dat landschap. Want deze kaart is een heel erg detail. Zoom je op, zitten we hier in het gebied tussen Barneveld, Ede. En daar zie je eigenlijk allerlei structuren al ontstaan. Wat zeer interessant is, zijn die stippellijntjes op de kaart. Dat zijn eigenlijk de oude hessenwegen. Dus er was in deze tijd steeds meer handel en nijverij. En men begon zich steeds meer in dat landschap te vestigen en een stempel op dat landschap te drukken. Kijk je nou naar die eerste patronen waar we het over hadden, hè? De invloed van klimaat, wind, water, zee, zie je verschillende patronen in de bodem ontstaan. Zo hebben we klei, zand en veen, afhankelijk van waar het gelegen is. Je ziet verschillen in vocht, je hebt natte gebieden en droge gebieden. En de manier van menselijke invloed, manier van ontginnen. En hieraan kun je ook allerlei patronen aankoppelen. Dus dan zie je eigenlijk door die tijdlijn heen dat de menselijke invloed vanuit de steentijd, de bronstijd, de ijzertijd minimaal is. In de Romeinse tijd zien we dat men het landschap weet te ontginnen met bepaalde patronen. En in de middeleeuwen zie je heel langzaam dat verder op gang komen. De bevolking neemt toe. Men krijgt bepaalde ontginnings,
technieken onder de knie. Men gaat zich meer permanent vestigen. En doordat men niet meer rondreist, maar vast zit op een bepaalde plek, zie je ook dat die invloed groter wordt. En in de nieuwe tijd zie je dat daar steeds meer handel en nijverij gaat plaatsvinden. Nou, dit vinden we ook terug in het landschap. En dan zie je dat dat eigenlijk vanuit die eerste ontginningsstructuren, dat die impact minimaal is. Maar naarmate de tijd, en met name de laatste 100 jaar, zien we dat wij als mensen toch wel flink hard dat landschap aan het omvormen zijn. En als we niet uitkijken, wordt het overal eenheidsworst. Dus het is niet meer zozeer afhankelijk van het landschap waarin we zitten, maar we weten al door allerlei technieken het naar onze hand te zetten. Dus de structuren en de herkenbaarheid van dat landschap raken verloren. Dus uiteindelijk zie je niet meer of iets midden op hoog droog op de Veluwe ligt, of dat het tegen de IJssel aan ligt. Overal is het hetzelfde. En met name die landschapselementen zijn daarin door de tijd heel veel verdwenen, opgeruimd. Met als doel de vooruitgang en staat steeds meer het landschap ten doel als een productielandschap. Hier zien we bijvoorbeeld heel mooi de kleinschalige structuur van een dorp van Alstroe. De witte delen de akkers, de roze delen de heidegronden en daar omheen het ontginningslandschap. En ook hier zie je mooie patronen van aansluiten van een natuurlijk landschap wat veel meer glooiend is naar een blokverkaveling of een structuur die veel meer door de mens is toegediend. Vervolgens zie je vanuit de jaren 80 die schaalvergroting toepassen in het landschap. Ja, en raken we eigenlijk de herkenbaarheid kwijt en wordt het een groot groene zone waarin weinig ruimte meer is voor landschapselementen. Nou, hier kun je natuurlijk zelf aan bijdragen om te zorgen dat we die structuren in dat landschap herstellen, al dan niet behouden waar ze nog aanwezig zijn. Wij doen dat vanuit landschapsbeheer. Wij hebben allerlei initiatieven om te kijken hoe we dat landschap bij u daar in de buurt kunnen versterken, al dan niet beheren en waar mogelijk herstellen. Nou, kijk maar eens bij ons op de website www.landschapsbeheer Gelderland. In de regio Veluwe is er bij u mogelijk in de gemeente worden allerlei projecten georganiseerd waar u zelf kan bijdragen. Of in de vorm van vrijwilligerswerk, maar ook door het versterken van uw eigen woonomgeving. Wat ik het leuke vind van die Veluwe is dat we eigenlijk gewoon een heel uniek gevarieerd landschap hebben. Ga je bijvoorbeeld midden op de Hoge Veluwe staan en rij je naar de IJssel toe, dan kom je al snel door een schakering van een 10, 12 verschillende landschapstyperingen die heel karakteristiek zijn voor het Gelderse landschap. Nou, het voert te ver om al die landschapstyperingen nu langs te gaan. Maar ik wil er toch een aantal behandelen. En dan beginnen we eigenlijk bij het oude landschap. Het kampenlandschap. Ik gaf in mijn verhaal al aan dat die eerste mens zich ging vestigen op de hogere delen in het landschap. Het was een veel meer een natuurlijk landschap. Verschil tussen hoog en laag, droog en nat. En typisch in dat landbouwsysteem van die tijd had je de akkers en de weilanden. Nou, een kamp is eigenlijk niks meer als een es of een eng of een stukje landbouwgrond, vaak omzoomd door een houtwal of een andere beplantingsvorm als struweelhaag of singels. Nou, een typische onregelmatige verkaveling, kronkelige wegen. Ik zeg ook vaak dat het een spannend landschap is, wel met doorkijkjes, maar niet verre vergezichten. En typisch voor dat landschap zijn dus de houtsingels, de bossen, de heggen en de hagen.
Nou, hier kun je, heb ik een mooi voorbeeld van de historische kaart van 1850. Via Topo Tijdreis kunt u ook dit soort kaarten eigenlijk prima raadplegen. Als we dergelijke kaarten een beetje leren lezen, dan is de roze kleur is de hei. De witte zijn dus die dekzandruggen of die dekzandkoppen waar die akkertjes op lagen. En het lichtgroene zijn de nattere delen, de hooilanden. En het donkergroene is het bos. Nou, hier zien we eigenlijk een heel mooi verschil tussen de Weenhemse Eng als een groot akkercomplex. En dan zien we dat we bij Wiesel veel meer een kleinschaliger S-systeem hebben. Daar spreken we dan meer over de kampen. Dus de Enge van de Weenhemse Eng en het Wieselse kampenlandschap. Ook hier staat wel Wieselse Eng op de kaart, maar door die patroontjes van die groene lijntjes die je er allemaal omheen ziet zien, spreken we hier meer van een kampenlandschap. Nou, er zat eigenlijk een typische driedeling in dat landbouwsysteem. Je was voor je mestvoorziening op de akker afhankelijk van het mest van je vee. Men ging vanuit de schaapskooi de heidegronden op. Woeste gronden werden die genoemd. Daar graasde het vee. Vervolgens werden de dieren teruggebracht naar de kooi. In de winter stonden ze op stal. En rond deze tijd, als de dieren weer op stal gingen, werd die mest uitgeschept op de akker. Nou, en zo kon dat landbouwsysteem eigenlijk 5000 jaar opereren. Maar doordat we met zoveel vee die heidegebieden ingingen, was dat een vrij open landschap. Padenpatronen slingerend, men volgde vaak het vee en omdat men eeuwen over dezelfde paden liep, sleet dat in het landschap. Af en toe is een solitaire boom en karakteristiek natuurlijk in dit soort landschappen zijn de schaapskooien. Maar vervolgens kregen we de ontdekking van het ontginnen van het landschap op grote schaal, maar ook de komst van kunstmest en prikkeldraad brachten een stevige verandering in dat landschap teweeg. Dus door die ontginningsstructuren en met name vooral dat die kunstmest werd uitgevonden, waren die woeste gronden niet meer nodig voor je mestvoorziening. Dus die konden omgevormd worden tot landbouwgrond. Nou, op de Veluwe zie je daar een tweedeling komen. Je ziet dat bepaalde gebieden geschikt worden gemaakt voor de bosbouw en andere gebieden worden geschikt gemaakt voor de landbouw. Dat ontginningslandschap ten opzichte van het kampenlandschap heeft natuurlijk een hele andere structuur. Hier zien we duidelijk de rationele blokverkaveling. En omdat deze terreinen in eerste instantie slecht toegankelijk waren, vaak te nat, doordat men steeds meer die ontginningsstructuren onder de knie kreeg van het ontwateren, zien we dat die gebieden met groef sloten, het water kon afgevoerd worden, de toplaag werd afgeplacht, de plaggen werden gebruikt als warmtebron, als energiebron, en zo ontstond er een rationele blokverkaveling. Typisch voor dit landschap zijn de knotwilgen, de elzensingels, dus bomen en struiken die het eigenlijk in natte omstandigheden goed doen. En werden de plekken die nog steeds zeer ongeschikt waren voor het maken van, voor het omvormen naar de landbouw, die werden ingericht als bos. Dus dan de typische broekbosjes kennen we dan in dit landschapstype. Nou, hier zie je een mooi voorbeeld van zo'n ontginningslandschap. Wat ik al zei, de heide, de voormalige woeste gronden. Hier zie je nog de natuurlijke processen, maar hier zie je het woud, het voormalige Beekbergenwoud, is netjes verdeeld in kaveltjes, is ontwaterd, de toplaag afgegraven en geschikt gemaakt voor de landbouw. Gaan we iets meer naar boven, dan zien we daar hetzelfde gebeuren, alleen daar is bos ingeplant. Dus hier zie je vooral het geschikt worden van voor de landbouw, hier het geschikt maken voor de bosbouw. Dus het ontginningslandschap. Ja,
dit is ook eigenlijk hier weer een mooi voorbeeld van zo'n heide, dergelijke heideontginning. Waarin de percelen vaak wat in die jongere heideontginningen wat groter zijn. En vervolgens in dit geval geschikt gemaakt voor bosbouw. Een ander typisch landschap wat we op die flanken van de Veluwe kennen met de overgang naar of de IJssel of naar de voormalige Zuiderzee, is het polderlandschap. Karakteristiek is die openheid, typische weidevogelgebieden, weinig bebouwing, vaak graslanden. Je ziet langs de wegen vaak nog wel laanstructuren of plantte men daar knotbomen. Heel typisch voor dit landschap zijn de eendenkooien. En wat je hier juist ziet is dat het landschap is open. En zorgt er juist de beplanting op de erven voor verdichting. Dus het erf is een gesloten groen elementje in een vrij open landschap. Nou, dat was natuurlijk omdat men luwte wou creëren op dat erf. En men was ook allerlei gebruikershout nodig. Dus zorgde je dat dat kort op je erf aanwezig was. Nou, hier zie je een heel mooi plaatje van het polderlandschap van de Arkhem heen. Een vrij open structuur. Die eigenlijk, en best interessant om te kijken, dat die verkaveling vaak nog één op één overeenkomt. Nou, zeer uniek in Nederland en ook heel belangrijk om die openheid die hier als kernkwaliteit gezien wordt te behouden. Dus hier moet je geen bossen aanplanten. Wil je wat met erfbeplanting zorgen dat het dan op je erf komt en ga daar niet te veel het landschap mee in. Ja. Dus de manier van ontginning, maar ook de vorming van dat landschap, bepaalt in wat voor landschapstype je woont en wat je daar wel en niet kan doen. En welke soorten je daar wel kan aanplanten en niet kan aanplanten. Nou, wij hebben de landschapstype ondergebracht op onze website www.landschapsbeheergelderland.nl en onder het kopje kennis, informatie, alles over erven, kunt u via de kaart het invoeren van uw adres naar uw eigen locatie inzoomen en kijken wat voor landschapstype u woont en welke erfbeplanting daarbij hoort. Nou, mooi bruggetje naar ook het erf in het landschap. Erg belangrijk. Dat erf is door die 5000 jaar ontwikkeling landbouw meegeëvolueerd met ons. En daar zijn heel veel planten en diersoorten van afhankelijk. Wat je tegenwoordig vaak ziet is dat we iets te netjes en te strak zijn. Maar vroeger had men van allerlei verschillende elementen op dat erf. Zoals de heggen aan de voorkant, de boomgaard, bosjes. Sloot dat naadloos aan op de directe omgeving. Er was geen Albert Heijn of geen Welkoop, dus alles wat je op je erf nodig had, dat haalde je ook uit dat landschap. Nou, het is niet dat we terug willen naar die tijd, maar het is wel heel interessant om te kijken van ja, hoe kun je tegenwoordig dat soort elementen terughalen naar je erf, zodat planten en dieren daar ook baat bij hebben. Daar geven we deze mooie plaatjes van Elwin van der Kolk. Die heeft dat ook mooi natuurlijk neergezet. Maar hier zie je het oude boerenerf. En misschien is dat bij u thuis nog steeds aanwezig. Is dat niet het geval, zou ik zeker zeggen van ja, waar kan ik dan met mijn aanleg op aansluiten? Maar een streek-eigen erf, passend met de juiste elementen, is ook heel goed voor de biodiversiteit. Dus de aanwezigheid van de planten en de dieren die in uw streek voorkomen. Nou, we gaan niet helemaal in op het historische boerenervenverhaal. Daar heeft mijn collega een interessant filmpje over gemaakt. Maar ik wil u niet de gelaagdheid op dat erf onthouden, want dat is eigenlijk wel belangrijk. Ik zeg altijd, ga eens voor uw eigen woning of een bedrijf in het buitengebied staan. En vooral ook is om dat vanuit een verdere afstand, bijvoorbeeld bij de buren, te bekijken. En probeer daar eens een aantal lagen in te onderscheiden. De eerste laag is die van de heg. De tweede laag
is de sierstruiken. Vroeger zeiden we altijd de bonenstaken in de moestuin. De derde laag knotbomen, fruitbomen. En vaak stond er dan nog wat zwaarder hout op de achterkant. Nou, die gelaagdheid maakt daarvan dat u er veel meer onderdeel wordt van het landschap. Maar ook veel aantrekkelijker is voor allerlei vogels, kleine zoogdieren en planten die het in deze tijd erg zwaar hebben. Nou, hoe kunt u daarop aan te sluiten? Wat ik net al zei, maak gebruik van streekeigen beplanting. De beplanting die van nature ook in uw gebied zou voorkomen. Wees vooral ook niet te netjes. Met name achter een schuurtje een keer een stapelmuurtje bouwen. Of wat hout opstapelen. Daar kunnen allerlei dieren in schuilen. Nou, u kunt variëren met uw beplanting. Dan hebben wij het over de bloeiboog. Dat er vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst van allerlei bloeiende planten op uw erf aanwezig zijn. Die zeer interessant zijn voor de bestuivers, vlinders, bijen die op dit moment onder druk staan. Daarnaast kunt u natuurlijk allerlei elementen op uw erf plaatsen, zoals een vogelkastje, een insectenhotel, waarin u schuil- en broedgelegenheid voor allerlei dieren aanbiedt. Kijk ook eens naar uw maaibeheer. Hoe onderhoudt u op dit moment uw grazige vegetaties? Wilt u dat wat kruidenrijker hebben? Hebben wij daar ook allerlei informatie voor te vinden op de website. Dat kan bijvoorbeeld onder het kopje in dit keer weer kennis en informatie. Meer biodiversiteit op uw erf. Vervolgens hebben wij daar verschillende informatievellen voor opgesteld waarin u bepaalde soortgroepen op uw erf naar het zin kan maken. Dit was mijn verhaal over het ontstaan van het landschap, gekoppeld aan de landschapselementen en de landschapstyperingen. Kijk ook zeker eens naar de andere video's die wij gemaakt hebben om uw erf verder te optimaliseren en aan te sluiten op de biodiversiteit en de eigenschappen vanuit die streek. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.